Wethouder Carla Kreuk van Tiel en historicus Emiel Smit waren de afgelopen dagen te vinden op de Hanzedagen in het Duitse Neuss onder de rook van Düsseldorf. Ze waren daar aanwezig om te netwerken en Tiel te promoten voor toeristen. Tiel was aanwezig op de internationale Hanzedagen. Enerzijds om zich natuurlijk te presenteren aan de toerist. Ik merk wel dat de internationale toerist het enorm interessant vindt, de Hanzesteden. En al het historische, de historische binnensteden die daarbij horen. En het bekijken daarvan. En de prachtige verhalen die van oudsher daarvan wegkomen. En anderzijds was het voor ons ook wel een inspiratie. Want we kunnen daar zelf als Tiel ook een enorme slag in slaan. De wethouder en historicus zijn enthousiast teruggekomen vanuit Duitsland en zien allerlei mogelijkheden. We willen Tiel meer als Hanzestad op de kaart gaan zetten, om ook die internationale toeristen ook meer naar Tiel toe te trekken. Dat is natuurlijk uiteindelijk ook goed voor onze economie. En ik zie het wel voor me dat we hier een nationale Hanzedag organiseren of een Tielse Hanzestad. Want we hebben zoveel ontzettend moois te bieden. En ik denk dat we samen met de ondernemers die volop de handelsgeest hebben van een oudsher, dat we een prachtig mooi programma neer zouden kunnen zetten. De internationale Hanzedagen worden jaarlijks georganiseerd met als doel om de banden tussen Hanzesteden te versterken en te bouwen aan samenwerking en het bundelen van krachten. De nadruk ligt hierbij op het toeristisch en economisch vlak.